The Urkers dialect. Urkers. Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings and phrases. Goedemorgen, goedemiddag, goedenacht, het beste, doeg, hoe heet dan? Gooi mee, een kweelkie met gerespelde keizer. Hij nog nijst dan? Wat hij gegeten? Hij al een ajat? Vocabulary. Grijs, paars, rood, blauw, bruin, groen, brood, ossebosje, eek, huis, taal, gulle, tate, mimme, broer, broertje, zuster, sussie, bebe, bessie, maat, school, kark, braande kietels, ezeisie, regen, snijacht, hagel, ont, katten, meuzen, rotten, keukendiefie, beddenzeiker, skallebieter, kanine, kweeuwkie, loven, stokket, slikvat. Sample text. Mobieltje. Hij zou 82 worden en dat voelde je ook. Dan ben ik 2 jaar de Bijbel uit, zei hij tegen de dominee die op bezoek was in de kleine huisje in de onderbuurt. Lang had hij volhouden om voor zijn dochters naar de markt te gaan, maar dat ging niet maar. Wel ging hij elke ochtend nog even naar de haven, maar dat kostte hem al maar moeite. Zijn bienen gaven het op, zei hij. Zijn dochters zouden hem een mooi en nuttig cadeau geven. Een mobiele telefoon. En dat gebeurde ook. Op de dag van zijn verjaardag kwamen ze om hem te feliciteren. En Marij, de oudste, gaf hem een cadeau in een mooi rood papiertje met een gouden strik eromheen. Nou hoef je niet meer naar de telefoon te vliegen, tate. En je kunt hem vanuit je luie stoel bellen. Nou, dat wou je dan wel er zien met zo'n klein dingetje. Wie zullen we bellen? Onze noon in Amerika? Dat vonden ze allemaal een goed idee. En Marij denkt vuur of dat in zijn werk ging. Ben je dat, broer? Zijn de jarige die er geen idee van hadden dat het in Amerika nog nacht was. Dat komt. Ik heb een spuuggoed telefoontje voor mijn verjaardag gehad en dat binnen we nou aan de proberen. De oude ging je krozen heen. Over de jongens die me leur met de motor hadden. Over de naai dominee die bij me west hadden. Over het weer dat maar niet op wou knappen. Over de buurman die er ook aan het timmeren was voor zijn deuven. Dat hij een knolletje zou eten. Dat hij... fijn... Na een half uurtje wou Klaasje zijn vrouwen ook even met haar zwager praten. En zoals jullie weten, die zit niet om een woordje verlegen. Die kan praten uit Brugman. Dus dat wordt er nog een kwartier. En toen moesten de dochters vanzelf ook even nodige dag zeggen. Maar hij had al een hele tijd naar de klokken zitten kijken en wordt al onrustiger. Hoe moest ze de taal aan zijn verstaan brengen dat zo'n lang gesprek aan een vol geld kostte? Maar die zat achterover in zijn luie stoel met zijn ogen dicht en nog te genieten van een gesprek met zijn broer. Ondertussen dacht hij eraan dat het wel mooi zou wezen om op zijn oude dag nog eens naar Amerika te vliegen. Al had hij nog nooit gevlogen en vond hij het eigenlijk wel een beetje schril. Op een gegeven ogenblik wordt het Marij te gortig. Ze trok haar taten aan de mouwen van zijn bootje. Ze wies naar de klokken en maakte met haar vingers stelbewegingen. Maar de oude bleef rustig zitten. En maakte geen aanstalten om een einde aan de gesprekken te maken. Trouwens, nou was de jongste dochter net aan het woord en die kon geen kwaad bij hem doen. Hij rees op zijn stoel, niet om een einde aan het telefoongedoe te maken, maar om naar de knollen te kijken die op een plaatje stingen te sudderen. Marij liep achter hem aan. Ze zou het tate zeggen was ze dacht van deze geldverspilling. Tate, weet je niet wat dit allemaal wel kost? Ze ben er nou al een uur bezig. Ze moeten nou ophouden, wordt je vandaag nog verliet. De jarige kiek zijn oudste dochter niet begrepen dan. Ik weet niet wat je je druk over maken, kind. Je hebt toch zelf gezien dat er geen draadje aan die telefoon zit. Nou, dan kan het om haar hart niks kosten. De lucht is van iedereen.